Deze aflevering van Wijn, het videomagazine voor wijnliefhebbers, is een zeer speciale. Want hij is geheel gewijd aan het grootste wijnland ter wereld, Italië. We nemen u mee op een wijnreis door een aantal Italiaanse wijngebieden. We vertellen wat over de Italiaanse wijnwet. We laten Italiaanse wijnmakers aan het woord. En u krijgt een demonstratie van een Italiaanse topkok. En dit alles wordt ingeleid door de Italiaanse ambassadeur, die ook vertelt wanneer hij zelf voor het eerst wijn te drinken kreeg. Maar io non ho ricordo di quando ho cominciato a bere vino, ma il vino è qualche cosa che viene sulle tavole italiane del tutto naturalmente. Non solo non ci si nasconde quando uno beve il vino, ripeto, sempre moderatamente, vero? Perché questo è anche lo stile del il modo con il quale gli italiani la maggior parte lo bevono. Per cui ho memoria di aver sempre avuto il vino a tavola. E direi che c'è, il vino simboleggia, appunto, come ho detto prima, un richiamo alla nostra tradizione. Il vino è parte della nostra cultura e quindi anche della cultura familiare. In ognuna delle nostre famiglie il vino viene a tavola e così è venuto evidentemente anche nella mia. Sì. Beh, io vengo da una città al confine con la Jugoslavia, con Trieste, è una città al centro di tutta un'area di coltivazione di vini raffinati. Sono i vini del nord, i vini del Veneto. Va bene? Una delle caratteristiche dell'Italia è appunto questa grande diversità geografica, questo alternarsi di pianure, di montagne, di vigne, di foreste, di coste, eccetera. E ognuna è quindi disponibile, il suolo di ognuna di queste regioni è disponibile alla produzione di vini diversi. E questo è una parte del nostro grande patrimonio vinicolo, la grande diversità. Veel verrassingen te bieden.
Deze aflevering van onze wijncursus is gewijd aan, hoe kan het anders, Italië. En dan met name aan de Italiaanse wijnwet. Deze werd in 1992 geheel vernieuwd. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want over de veranderingen heeft men maar liefst 10 jaar vergaderd en gedebatteerd. Onderaan de kwaliteitspyramide ligt de categorie van Vino da Tavola. Deze categorie bestaat uit tafelwijnen waarvan nog de naam van de regio, nog de druivensoort of soorten mogen worden vermeld. Anonieme, simpele wijnen dus. Daarboven bestaat sinds 1992 een nieuwe categorie die van de Indicazioni Geografiche Tipiche, kortweg IGT. Dit zijn tafelwijnen met een wel geografische aanduiding, terwijl ook de druif mag worden genoemd. Naar verwachting zullen alle bestaande Vini di Tavola naar deze categorie promoveren. Uiteindelijk zullen er dan zo'n 150 IGT-wijnen komen. Weer een laag hoger op de kwaliteitspyramide is de groep van de Denominazione di Origine Controllata, ofwel DOC. Letterlijk vertaald staat deze term voor beschermde herkomstbenaming. Van deze wijnen bestaan er ongeveer 250. De normen zijn strenger dan bij IGT-wijnen. Zo mag er bijvoorbeeld minder wijn per hectare worden geoogst. Het toegestaande rendement ligt zo'n 30% lager. Ten slotte is er de hoogste wettelijke categorie, die van Denominazione di Origine Controllata e Garantita, kortweg DOCG. Hiervoor gelden nog weer strengere normen. Begin 1996 waren er 15 wijnen die recht hadden op de status van DOCG. Ook etikettermen werden onder de loep genomen. Zo gaat de term superiore voor wijnen met wat meer alcohol verdwijnen. Voorts werd vastgelegd dat de term reserva alleen gebruikt mag worden voor minstens 2 jaar gerijpte wijnen. En ongeveer een dozijn wijnen mag de term classico op het etiket dragen als verwijzing naar een historische subzone in het desbetreffende wijngebied. In alle Italiaanse gewesten wordt wijn gemaakt. We beginnen onze wijnreis in het noordwesten in Piemonte om daar een bezoek te brengen aan de streek waar Barolo wordt geboren, een van Italië's beroemdste rode wijnen. Het herkomstgebied van Barolo bestaat uit 11 dorpen, waaronder Barolo zelf. Dit ligt halverwege een vallei en wordt gedomineerd door een flink kasteel. Daar heeft vroeger de familie Valletti gewoond, die zeer machtig was en het totale gebied beheerste. Een der vrouwen van de familie Valletti, de markiezin Julia Colbert, heeft halverwege de vorige eeuw de basis gelegd voor de productie van Barolo. Sinds 1974 is in het kasteel een enotheca gevestigd, een wijncentrum dat jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers trekt en dat tientallen verschillende Barolo's exposeert en verkoopt. De meeste dorpen van het Barolo-gebied liggen op heuveltoppen. De zuidhellingen van die heuvels zijn meestal met druivenstokken beplant. Voor het maken van Barolo is slechts 1 druivensoort toegestaan, de Nebbiolo. Zijn naam vormt een verwijzing naar het Italiaanse woord voor nevel, omdat deze druif meestal pas laat in oktober wordt geoogst, wanneer er nevel tussen de heuvels hangt. De nobele Nebbiolo is in elk geval al sinds de 13e eeuw in dit gebied aanwezig. Alle Barolo moet minstens 3 jaar rijpen, waarvan minstens 2 jaar in houten vaten. Voorts dient Barolo een alcoholpercentage van minstens 13% te hebben. Naast zijn kracht en zijn gulheid geeft een goede Barolo veel geur- en smaakimpressies, waaronder die van specerijen, viooltjes, vanille en truffel. Dat lichte truffelaroma is misschien geen toeval, want juist in en rond het Barolo-gebied wordt veel truffel gevonden. De truffeljacht geschiet met speciaal daarvoor getrainde honden. Naast Barolo brengt Piemonte nog andere smakelijke wijnen voort, waaronder een aantal wijnen uit de buurt van de stad Asti, zoals de fruitige jong te drinken Dolcetto d'Asti en de parelende, vederlichte dessertwijn Moscato d'Asti. Direct ten oosten van Piemonte ligt het gewest Lombardije, waarvan Milaan de hoofdstad is. Op de groene voetheuvels van de Alpen liggen daar bij Bergamo de wijngaarden van Valcalepio, een elegante rode wijn die gewoonlijk gecomponeerd wordt uit de druivensoorten Cabernet Sauvignon en Merlot.
De Bourgogne-druif Pinot Noir, ofwel Pinot Nero, wordt ook in Lombardije gecultiveerd als een anderhalve eeuw. Deze druif komt vooral voor in het gebied Oltrepo-Pavese en geeft er verrassend lekkere wijnen. De grens tussen Lombardije en Veneto loopt ten dele dwars over het zo bekende Gardameer met zijn sfeervolle dorpen. Rond dit meer worden wijnen gemaakt als Bartolino. Van het Gardameer is het niet ver naar Verona, de beroemde operastad. En van Verona is het niet ver rijden in oostelijke richting naar het tegen een heuvel gebouwde vestingdorp Soave. Dit is wereldberoemd om zijn witte wijn en ook wordt in Soave Italië's oudste druivenfeest gevierd, namelijk het feest van de druif Carcanega. Het bestaat al sinds 1929 en vindt plaats eind september. We reizen verder in noordelijke richting naar het... Soms een hint van amandel in zijn geur en smaak. Dan nu nieuws uit de wereld van de wijn. In dit geval van de Italiaanse wijn. De Italiaanse wijnoogst van 1995 is kleiner uitgevallen dan normaal. Gemiddeld werd in Italië gedurende de periode van 1990 tot en met 1994 61 miljoen hectoliter geoogst. Maar in 1995 bleef het volume beperkt tot 53 miljoen hectoliter, ofwel 17% minder dan normaal. In kwantitatief opzicht is het dus een bescheiden jaar, maar de kwaliteit is juist goed in heel Italië. Overigens is het nog altijd zo dat Italië ongeveer een vijfde van alle wijn ter wereld produceert en circa een derde van alle wijn binnen de EEG. De huidige lijst van wijnen met een DOCG, ofwel Denominazione di Origine Controllata e Garantita, omvat 15 namen. De laatste wijn die werd toegelaten tot Italië's hoogste wettelijke wijncategorie is Franciacorta, een mousserende wijn uit Lombardije. Even daarvoor kreeg de eerste wijn van Sardinië de felbegeerde DOCG-status, namelijk Vermentino di Gagliura. Dit is ook de meest zuidelijke van alle DOCG's samen met Taurasi, een gulle rode wijn uit de heuvels ten oosten van Napels. Italiaans ijs is beroemd. Sommige soorten zijn heel bekend, maar in Italië hebben we nu ook ijs gevonden van de Moscato d'Asti. En dat was echt verrukkelijk, vooral met een glaasje van die zoete, heel lichte dessertwijn erbij. Als u na het bekijken van dit videomagazine meer over Italiaanse wijn wilt weten, dan wijs ik u graag op twee enkele jaren geleden verschenen uitstekende boeken. Het eerste is De Wijnen van Toscane, geschreven door Huib Brandt. Het tweede is de fantastische Wijn- en Reisatlas van Burton Anderson, een Engelstalige uitgave die hier verschenen is met een Nederlandse omslag. Thank you.
una parola magica in questi ultimi anni nella nostra azienda, perché la nostra azienda, che è nel settore del vino oramai da 4 generazioni, ha sviluppato negli ultimi 10-12 anni grosse ricerche sul Sangiovese. Come tutti sanno, il Sangiovese è la base dei più grandi vini rossi toscani, e quindi mi riferisco al Chianti, al Vino Nobile, al Brunello, al Chianti Classico, dove però il Sangiovese viene utilizzato insieme ad altri vitigni. Da qualche anno abbiamo cercato di vinificare il Sangiovese in purezza, quindi utilizzando solo questo tipo di vitigna. È un tipo di vitigno molto elegante, molto generoso, e ci dà la possibilità di avere dei vini molto molto apprezzati. Abbiamo iniziato 12 anni fa producendo un vino rosso di grossa stoffa, di notevole importanza, che viene invecchiato per lungo tempo in botte di Rovere, e da 3 anni abbiamo lanciato sul mercato un Sangiovese che è molto più facile, molto più impattante, molto più gradevole, e sta avendo un notevole successo. Abbiamo iniziato con i paesi anglosassoni, che sono molto più vicini in termini di gusto allo stile del Sangiovese che abbiamo fatto. È un vino che personalmente gradisco con piatti molto leggeri, molto freschi. Non so, penso a una pasta, penso a un barbecue all'aperto. Dunque, Villa Cerna è una proprietà che la famiglia Cecchi ha acquisito 40 anni fa. È una proprietà nella zona del Chianti Classico, e chiaramente il Chianti Classico è il vino di maggiore produzione. È un'azienda che ha una superficie totale di 120 ettari, di cui 75 a vigneto. Chiaramente, essendo nella zona del Chianti Classico, il vino rosso e i vitigni rossi hanno la maggiore importanza, ma da qualche anno abbiamo cercato di valorizzare quelli che sono anche i vitigni bianchi. Infatti in questa azienda abbiamo, oltre al Trebbiano, che è il vitigno tradizionale in Toscana, altri vitigni tipo il Pinot, tipo il Sauvignon Blanc, per migliorare appunto le performance dei vini bianchi. Abbiamo iniziato 3 anni fa con questo vino, che è un vino di grande struttura, un vino che ha un processo produttivo diverso da molti altri. Infatti viene fermentato in acciaio inossidabile, ma subisce subito un passaggio in legno. Infatti la fermentazione manolattica, che è la seconda fermentazione, viene effettuata in piccole botti da 225 litri, e dopo la fermentazione manolattica abbiamo un periodo di invecchiamento che varia dai 3 ai 4 mesi. Questo processo viene effettuato per un 40-45% della produzione totale. L'altro 50-55% viene fatto in maniera tradizionale, quindi segue la propria fermentazione in acciaio inossidabile per poi venire preparato appunto in maniera tradizionale. È un vino di grande struttura, perché è un vino sia per i vitigni che vengono utilizzati, sia per il sistema di produzione, ha una buona persistenza, una buona vita, una buona struttura. We gaan verder naar het zuiden en kijken even rond in het groene hart van Italië, het gewest Umbrië. Daar ligt een van Italië's bekendste wijndorpen, het op een heuvel tronende Orvieto. De witte wijn van Orvieto heeft veel liefhebbers gekend, waaronder de schilder Pinto Riccio. Toen deze fresco schilderde in de plaatselijke kathedraal, vroeg hij om ten dele betaald te worden in ongelimiteerde hoeveelheden Orvieto. Ook in het zuiden van Italië worden tegenwoordig verrukkelijke wijnen geproduceerd. Twee daarvan worden voorgesteld door Vicenza Ercolino, eigenaar van het dynamische kwaliteitshuis Fiordi di San Gregorio. Parlare dei vini irpini significa parlare di vini che sono arrivati nella nostra regione, che è a 30 chilometri da Napoli, 2600 anni fa. Sono arrivati in Irpinia, che faceva parte della Magna Grecia, questi due vitigni accompagnati dai focesi, gli abitanti della Focide, che hanno risalito il Mediterraneo fino ad arrivare a Marsiglia e poi diffondere vitigni greci in Francia. Portarono questi due vitigni, Viti e Laniche, il greco di tufo, che ha preso il nome di greco proprio
dal fatto che venisse da quella regione, e il Taurasi, Vite e Lanica. Questi due vitigni, uno bianco e uno rosso, hanno trovato il loro habitat naturale a 30 km da Napoli, cioè a 30 km dal Vesuvio. Fioriscono in territori quindi che sanno di eruzioni vulcaniche, in terreni molto ricchi, ricchi di silicio e di altri componenti che ne fanno diventare un vino estremamente, diciamo, particolare. Un vino ricco, un vino elegante, un vino che incontra il gusto sempre più di un pubblico internazionale. La nostra azienda, che si estende in provincia di Avellino e ha oltre 100 ettari di proprietà, è un'azienda che intende rivalutare questi due vitigni che da oltre 2000 anni accompagnano soprattutto le tavole dei nobili e dei ricchi. Infatti la storia di questi due vitigni è stata fatta da papi e da imperatori. Federico II era un amante del Greco di Tufo e quando costruì i suoi splendidi castelli in Puglia volle portare con sé questo grande vitigno, così come i papi a Roma erano soliti ordinare al loro coppiere, che era destinato a raccogliere i vini per le mense del Papa, erano soliti ordinare vini che venissero dalla nostra regione. Per cui di storia ne hanno già tanta. Sono dei vitigni molto particolari, hanno pochissima produzione e si coltivano in terreni straordinariamente difficili da raggiungere. Sono sempre coltivati tra i 400 e i 600 metri di altezza, in condizioni molto difficili. E il Greco di Tufo, a che cosa si può, a cosa può assomigliare? Può assomigliare a molti vitigni diffusi oggi in Alsazia. Quindi un vino che insieme ad un profumo fruttato ha anche un corpo straordinario. Infatti è un vino che può essere gustato dopo 3-4 anni di invecchiamento, nonostante sia un bianco. Infatti recenti studi hanno dimostrato che in origine l'aglianico di Taurasi, che dà origine al Taurasi, un vino rosso di corpo invecchiato dai 3 ai 5 anni, secondo alcuni studiosi ha dato origine al Cabernet Sauvignon, che tanta diffusione ha avuto nel mondo e soprattutto in Borgogna. Een wijs iemand, vermoedelijk een Italiaan, heeft eens gezegd dat eigenlijk alle wijn gemaakt wordt om het eten beter te doen smaken. Vandaar dat wij speciaal voor dit magazine een Italiaanse topkok een bijzonder pastagerecht laten demonstreren. In deze schotel wordt ook Parmezaanse kaas gebruikt. Vandaar dat hij uitstekend kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld een Pinot Nero uit Oltrepo Varese. De kok heet Fabio Tacella. Hij is chef van restaurant L'Anticapesa bij Verona. En hij is lid van het Italiaanse culinaire team dat goud veroverde op het wereldconcours. Bovendien doseert Fabio op een kokschool in Venetië. De demonstratie vindt plaats in de keuken van Arte Culinaria Italiana, een in Hoofddorp gevestigd instituut waar professionals en liefhebbers onderricht krijgen in het maken van authentieke Italiaanse gerechten. Wat Fabio Tacella voor ons gaat maken is een van zijn eigen creaties. Macaroncini al Ortolana, kleine pasta op de manier van de groenteteler. Laat 300 gram kleine pasta in ruim water koken. U kunt bijvoorbeeld macaroni gebruiken of penne rigate. Kook de pasta beetgaar, dus al dente. Verhit vervolgens 50 centiliter olijfolie in een koekenpan. Hieraan worden de ingrediënten stuk voor stuk toegevoegd. Eerst is dat 25 gram fijn gesneden ui, die in de olie wordt gefruit. Daarna volgt 50 gram wortel, in heel kleine stukjes gesneden. De volgende groente is 25 gram selderij, ook in kleine blokjes. Dan 50 gram in blokjes gesneden courgette. Een andere mediterrane groente in dit recept is 50 gram aubergine. Voeg dan wat peper toe, liefst uit de molen. En breng het geheel op smaak met wat zout.
Nu wordt een tweede koekenpan goed verhit. Gebruik liefst een teflonpan. Strooi in deze pan ongeveer 25 gram heel fijn geraspte verse Parmezaanse kaas. De korst kan worden meegeraspt. Laat de kaas smelten, zodat een goudkleurig pannenkoekje ontstaat. Overigens kunt u dit ook doen in de magnetron, door op een vermogen van 700 watt de kaas in ongeveer 90 seconden te laten smelten, op silpad of bakpapier. Per persoon maakt u één kaaspannenkoekje. U kunt dit ook de dag tevoren doen. Maak het kaasplakje voorzichtig los en trek het uit de pan. Leg het plakje over een omgekeerd schaaltje of bakje om zijn vorm te krijgen en af te koelen. Terwijl de kaas afkoelt, voegt u een beetje tomaat toe van de 75 gram rijpe ontvelde tomaat die in blokjes werd gesneden. Haal nu de pasta uit de pan of giet hem af. Doe de pasta bij de groenten en schud alles goed door elkaar. Dan volgt de rest van de tomaat. Nadat het vuur is uitgedaan, voegt u nog 100 gram blokjes mozzarella kaas toe. Ten slotte nog 10 gram peterselie en wat basilicum. Schud alles dan goed door elkaar. De kaas is inmiddels afgekoeld en er is een knapperig mandje ontstaan. Hierin schept u het mengsel van pasta, groente en mozzarella. Een beetje peterselie geeft de finishing touch. Dit gerecht kan als voorgerecht worden geserveerd, maar ook in een wat groter mandje als hoofdgerecht. Tot zover deze 9e zeer Italiaanse aflevering van dit videomagazine. Fijn dat u met ons meereist. Arrivederci. Wijnkaarthouders van Gal en Gal hebben een streepje voor. Want wie deze kaart bezit, krijgt in al onze winkels een aantal bijzondere voordelen. Namelijk maar liefst 10% korting op alle normaal geprijsde wijnen. Met als enige uitzondering sherry, port en vermouth, die toch al voordelig zijn. Extra korting op de toch al zeer scherp geprijsde wijn van de maand. Bovendien ontvangen wijnkaarthouders 6 keer per jaar een nieuwsbrief in de bus met niet alleen veel wijninformatie, maar ook met exclusieve aanbiedingen voor wijnkaarthouders met kortingen die oplopen tot 20%. U ziet het, wijnkaarthouders van Gal en Gal hebben echt een streepje voor. U wordt wijnkaarthouder voor slechts 17,50 per jaar. Uw Gal en Gal slijter geeft u graag alle informatie.